Goedemorgen. Welkom hier in Haren bij het Friske Hynder en Manege Gaasterland. De eerste veulenkeuring van dit seizoen. Een heel bijzondere setting. Daar zijn we natuurlijk allemaal al gewend. Locatiekeuringen die worden inmiddels al gewoon. En een hele mooie manier om de paden toch te keuren in deze bijzondere coronatijd. In Haren zijn we begonnen. We hebben gelukkig een uitwaaimogelijkheid naar binnen gehad. Want buiten was het niet fijn weer. Echt Fries-Hollands weer. Maar wij kunnen naar binnen en we hebben deze prachtige locatie. Kunnen we in ieder geval de veulens keuren. Popke van der Meulen en Annemieke Brak die keuren vandaag onze veulens. Dus wij zijn heel benieuwd naar toch de start en de toekomstige veulens van onze vakkerij. We gaan zometeen gelijk beginnen. Also, I'd like to welcome the foreign viewers at our first vole inspection. And what I would like to say is that we look forward to the performance of our first foals of this year. I hope you all enjoy this morning and the foals. Thank you. Goedemorgen dames en heren, ook van onze kant, namens Popke van Meulen, samen met Annemieke Elzinga staan we hier de veulens op deze eerste veulenkeuring, de primeur zouden we zeggen. We zitten vandaag binnen, omdat het eigenlijk heel slecht weer is, veel regen. We hebben hier onze eerste veulen, nummer 1,
Heel mooi, rassig veulen, mooi lange hals erop, mooi hoofd. In de bouw zien we graag het middenstuk even iets sterker. Kruis zou ook iets meer lengte kunnen hebben. Beenwerk is voldoende. Tikkeltje stijl gecoat. Stap is goed, takmatig. En de beweging heeft hij veel houding. Dan zou de waggie daar iets meer in verruimen. De veulen krijgt een tweede premie. Nummer 2 is een veulen met goed ontwikkeld, heeft een mooi hoofd, heeft daarentegen ook een beetje onderhals, iets naar voren gebouwd, is voldoende van bouw, kruis zien we misschien iets meer lengte in. Beenwerk is voldoende, de stap zou iets meer regelmaat kunnen hebben en iets overtuigender kunnen stappen. De draf daarentegen gebruikt hij veel houding en ook opwaarts. Maar zou ook iets meer door kunnen treden, maar krijgt wel een tweede premie vandaag.
3. Het is een hoogbenig veulen. Het hoofd zou wel even iets edeler kunnen, maar ze hebben een mooie lange hals. Oh, ik moet op beeld. Mooie lange hals op. Hij is correct van bouw. Heel mooie bovenlijn zit erin. Beenwerk is ruim voldoende. Stap is ruim en tactvol. In de beweging kan je zien, hij maakt zich mooi groot. Gaat opwaarts lopen. Zit ook een krachtig achterbeen. Krijgt een eerste premie. Hebben we nummer 5, dat is een tiende keer Tjalke. Fokker-eigenaar is de heer Lichtenberg uit Hardenberg. Het is een op zich goed ontwikkelde veulen. Hij is heel zwaar, is ook zwaar in conditie, ook zwaar in de hals. En ook zwaar van bouw. Met name ook op de lendenen. En de halslengte zou iets langer kunnen. De stap is nog voldoende, maar in draf zien we ook dat hij niet kan oprichten en geen verruiming kan tonen. Het veulen krijgt vandaag een derde premie. Thank you.
Nummer 6 is een Ime keer Andries. Is een langgelijnd luxe veulen met een edel hoofd, mooi front. De lende rugaansluiting mag iets sterker. Hij heeft een goede kruisligging, wat een gehoekt achterbeen. De stap is ruim voldoende en krachtig. De draf valt het veulen iets uit elkaar, mag daardoor meer doortreden. Het veulen verdient een tweede premie. Now we're on the mat. Nummer 7, een Tiemen keer Beert, is een langgelijnd veulen. Het hoofd mocht iets edeler. Het veulen is iets naar voren gebouwd, heeft een steil schouder. Het beenwerk is hard, heeft lange koten. De stap hebben we nog eventjes beoordeeld na de draf, omdat er wat spanning was. Na de draf was de stap ruim voldoende. In de draf had het veulen een mooie balans, maar mag achter meer doortreden. Het veulen krijgt een tweede premie, een second premium.
nummer 9, een teun keer beert. Het is een rassig veulen met een mooi hoofd. De hals mist iets lengte en is zwaar. Het veulen heeft een goede schouderligging, een correcte bovenlijn. Het achterbeen is iets gehoekt. De stap miste wat ruimte. In de draf heeft het veulen een voldoende houding, maar mag meer souplesse tonen en achter meer doortreden. Het veulen krijgt een tweede premie. Second premium. Nummer 10, een Fongeker Meeuwis, is een langgelijnd veulen met een goede halsvorm, is iets neerwaarts gebouwd, de rug mag sterker en de kruis mist iets lengste. De stap is voldoende, maar mag meer buiging hebben in het achterbeen.
De draf heeft het goede houding, maar mag meer souplesse tonen en meer schakelen. Het veulen krijgt een tweede premie, een second premium. We hebben hier nummer 11, dat is een IJzer Kivelle van de heer R. Bos uit Bolsward. Dat is een heel mooi rassig veulen, een hele mooie lange hals erop. Zou misschien een tikkeltje in het hoofd wel een iets edeler kunnen. Dat is goed van bouw. Beenwerk is toch een tikkeltje toontredig. Stap is voldoende, maar zou daar ook iets mee kunnen doortreden. Draf heeft hier wel een mooie techniek van lopen, maar zou iets meer lichaamsgebruik kunnen tonen. Hij krijgt een tweede premie. This foal got a second preemie.
12. Dat is een Wietse Kereinder van Grietje van der Waal uit Bozem. Het is een naar voren gebouwd veulen. Het is een beetje neerwaarts gebouwd, kort in de hals, ook iets zwaar. En ook, heeft ook een kort rond kruis. De stap is goed, ruim. En in de beweging heeft hij moeite met de balans en ook om de draging te vinden. Het veulen krijgt vandaag een derde premie. This foal got a third premie. Nummer 13. Dit is een Tjebbeke Wietse van mevrouw A. Duiven Lettinga uit Hartwert. Het is een heel mooi rasveulen, lange hals erop, lange nek, mooi hoofd erop. Bouw, daar vinden we toch het middenstuk toch iets gezonken. Beenwerk is voldoende, de stap is voldoende. Ook ruim, taktvol, draf zien we ook dat hij met ruimte en souplesse draaft. De veulen krijgt een tweede premie. Dat is een second premie.
nummer 14. Dat is een Tiemen keer Hinne van H.J. Bos uit Nijmegen. Is een veulen met veel rastiep in zit, lange hals erop. Goede neklengte, spreek het hoofd. Nee, dat komt nog. En bouw is voldoende. En beenwerk ook, hard en droog beenwerk. De stap zou iets meer souplesse kunnen tonen en iets meer spronggebruik. In de draf heeft hij wel houding, maar zou daarbij meer souplesse kunnen tonen. Maar het veulen krijgt vandaag een tweede premie. This foal gets a second premie. Nummer 15 zit weer aan touw. Is een Teun Keteuwers van mevrouw Elzinga de Vries het Slappeterp. Is een heel mooi luxe veulen. Hoogbenig. Veel ras erin. Goed van bouw. Ook heel hard en hoog beenwerk. En in de stap en draf zien we toch graag wat meer verruiming. Daar is hij een beetje kort en duwend. En zouden we meer souplesse willen zien. Veulen krijgt een tweede premie. This foal got a second premie.
Nummer 16, een Ulbran keer Arjen. Eigenaar en fokker is Marinus Dees uit Sint Maarten. Is een evenredig... Correctie, nummer 16 is een Imeke Gerben, fokker-eigenaar familie Deinem. Is een evenredig gebouwd veulen. Luxe voorhand, heeft een sprekend hoofd, goede halsvorm. De bovenlijn is correct. Heeft een goede kruisligging, de stap is ruim voldoende, maar mag wat meer kracht tonen. De draf heeft het veulen ook een goede houding, maar mag achter meer doortreden. Het veulen krijgt een tweede premie, een second premium. Nummer 17, een Ulbran keer Arjen van Marinus Dees uit Sint Maarten. Is een langgelijnd, goed gebouwd veulen met een aansprekende voorhand. De stap en de draf zijn beide correct met voldoende ruimte, maar het veulen mag daarin meer lichaamsgebruik tonen. Het veulen krijgt een tweede premie, een second premium.
18 is een Jurre keer Dries, fokker-eigenaar R. Schra uit Wommels. Is een rassig veulen, heeft een wat zware hoofd-halsverbinding. De rug mag iets sterker. De beweging waardeert het veulen zich erg op. Ruime stap en de draf heeft veel balans, houding en kracht. Dit veulen krijgt een tweede premie. Nummer 19, Marcus Kewisse, fokker-eigenaar Kroes uit Abbega, is een evenredig gebouwd veulen. De hals mag meer lengte hebben. De rug-lendenaansluiting mag sterker. De stap is voldoende ruim, maar mag meer buiging hebben in het spronggewricht. In de draf mist het veulen het lichaamsgebruik en is daarbij kort in de passen. Het veulen krijgt een derde premie. Thank you.
Nummer 21, de Chabot Keer Minze. Fokker-eigenaar Volkertsma uit Molkwerum. Het is nog een jong veulen, correct gebouwd. Het veulen heeft een goede halsvorm, is iets neerwaarts gebouwd. De stap is voldoende. In de draf heeft de veulen veel balans en een goede houding. Dit veulen krijgt een tweede premie, de second premie. Nummer 22 is een Alwin Kepier van JWGT Weterings uit Uithuizen. Het is al een heel oud veulen, van januari geboren. Het is een goed gebouwd veulen. Ook veel ras zou iets meer lengte en het hoofd zou iets sprekender rasuitstraling kunnen hebben. Het is goed van bouw, beenwerk is voldoende. Nou, stappen eraf, maakt hij gewoon ruimte, goed gebruik van het achterbeen. De veulen krijgt een tweede premie.
Nummer 24 is een Teun Keer Lodewijk van mevrouw H.A.T. Ozinga Timmermans, de vrouwenparochie. Een heel luxe veulen. Lange hals erop. Een correct hoofd, een edel hoofd. Goed van bouw, zeer goed van bouw. Mooie kruislegging. Is een hoogbenig veulen. Correct beenwerk. De stap is voldoende en de draf doet ze met veel kracht. En houding. Opwaarts, veulen krijgt een eerste premie. Dit veul krijgt een first premie. Van R. Schra en Avinia uit Oppenhuizen. Een rassig veulen. Een lange hals erop. Iets neerwaarts van bouw. De bovenlijn zou iets sterker kunnen. Beenwerk toch een tikkeltje toontredend al. Stap is voldoende. Hij mist wat kracht. En de draf heeft hier wel een zweefmoment. Voldoende draging. Krijgt een tweede premie. This foal get a second premie. Yeah.
alleen deze kant op. Nummer 26, Bartelijke Jasper, fokker-eigenaar, familie Preksel in Strengberg. Het is een hoogbenig, langgelijnd veulen met voldoende ras, mag iets meer neklengte hebben. Het heeft een sterke bovenlijn, op de lendenen misschien iets strak, heeft een goede kruislichting. De stap heeft voldoende ruimte, maar mag meer souplesse tonen. De draf heeft het veulen een goede houding, maar een iets hoog ritme. Het veulen krijgt een tweede premie. Second premium. Nummer 27, een IJzerkeer Torben, fokker-eigenaar Gilliam in Pingjum. Het is een rassig veulen met een zware hoofd-halsverbinding, iets neerwaarts gebouwd en wat gezonken in het middenstuk. De stap is ruim voldoende, maar mag meer buiging hebben in het spronggewricht. De draf heeft het een goede techniek, maar mag achter meer doortreden. Dit veulen krijgt een tweede premie.
Nummer 28 een Tiedeke Jisse. Fokker-eigenaar Volkertsma in Molkwerum. Is een langgelijnd aansprekend veulen. Met een mooie voorhand, goed gebouwd. Misschien iets strak op de lendenen. Heeft een goede kruisligging. Wat gehoekt achterbeen. De stap is voldoende ruim, maar mag meer buiging tonen in het achterbeen. De DAF is voldoende ruim, maar mag meer lichaamsgebruik tonen. Dit veulen krijgt een tweede premie.
Nummer 29, een Matiske Jasper. Het veulen heeft voldoende ras, maar mag edeler in het hoofd. Beetje zwaar in de hoofd-halsverbinding. Heeft een goede halsstand. Het veulen is erg gezonken in het middenstuk. Heeft een hoog kruis. De stap is voldoende en correct, maar mag meer ruimte tonen. De draf is goed, maar mag meer lichaamsgebruik tonen. Dit veulen krijgt een derde premie. Dat is een Tjebbeke Hessel van JWG Tweteringers uit Uithuizen. Een hele mooie, rassig veulen. Lange hals erop. Mooie lange nek. Bouw. Veulen zou iets sterker in het middenstuk kunnen. Beenwerk is voldoende. Stap is voldoende met kracht en ruimte. En in de draf heeft hij wel veel houding, maar zou hier iets meer souplesse kunnen tonen. Het veulen krijgt een tweede premie. This foal get a second premie.
Dus veulen nummer 31 is een Ulbran keer Tjalle. Heel rassig veulen, mooie lange hals erop, mooie hoofduitdrukking. Goed van bouw, correct van bouw, goede kruisligging, beenwerk voldoende, stap is voldoende en ruim. En draf heeft hij heel veel lichtvoetigheid laten zien met veel zweefmoment. Het veulen krijgt een eerste premie. This foal got a first premie. Nummer 32, Jouwe keer Onne. Een heel rassig veulen, lange hals erop.
goed van bouw. Beenwerk hebben we toch wel problemen, met name in het achterbeen. Stap is correct, zou ruimer kunnen. En dat zien we ook een beetje in de draf terug. Het Veulen krijgt vandaag een derde premie. This foal got a third premie. Nummer 34 is een Teun Kitschalle van Haak Kuiper uit Oosterend. Een heel rassig veulen, lange hals erop, mooi hoofd. Goed van bouw, correct van bouw. Beenwerk is voldoende, stap is makkelijk stappend. Met krachtig achterbeen, draf doet hij met heel veel houding. Veel uitstraling ook en goed gebruik van zijn achterbeen krijgt een eerste premie. This foal got a first premie.
35 is een Julius Kiewietse van J.A.M. Kruis uit Heeg. Dat is een heel rassig veulen, mooie lange hals erop. Goed hoofd, bouw. Een tikkeltje gezonken in het middenstuk. Beenwerk is ruim voldoende. Hard beenwerk, stap ook, krachtige vlier. En in beweging heeft hij veel zweefmoment, krachtig achterbeengebruik. Krijgt een eerste premie. This foal got the first premie. Nummer 36, een Tiemen Kivelle. Fokker-eigenaar Jelsma uit de Tienje. Is een langgelijnd veulen met een goede halsvorm. Mag wat luxer in het hoofd en heeft een zware hoofd-halsverbinding. Een sterke bovenlijn, een vlakke kruisligging. De stap is correct, maar mag meer ruimte en souplesse tonen. De draf heeft veel balans en is krachtig. Dit veulen krijgt een tweede premie.
Nummer 38 Johanneske Norbert, fokker-eigenaar Foeken uit Bolsward. Het is een correct gebouwd veulen, mag wat meer uitdrukking hebben in de voorhand. Is iets naar voren gebouwd, maar in de waardering waardeert dit veulen zich erg op. De stap is voldoende ruim en actief, heeft goed lichaamsgebruik. De draf is goed, heeft een goed schakelend vermogen en een krachtig achterbeen. Mede door de beweging krijgt dit veulen een eerste premie. Nummer 39, Matiske Torben, fokker-eigenaar De Jong uit Kubaat. Dit is een voldoende aansprekend rassig veulen met een zware hoofd-halsverbinding. Is iets neerwaarts gebouwd en heeft een hellend kruis.
De stap is voldoende, maar mag meer aansluiten. De draf heeft voldoende balans, maar mag achter meer doortreden. Dit veulen krijgt een tweede premie. Nummer 37, een Sipke Kif Fritsen, fokker-eigenaar familie Kruis in Heeg. Het is een langgelijnd veulen met voldoende ras, iets gezonken in de bovenlijn, heeft een goede kruisligging. De stap is een ruime actieve stap. De draf is goed, maar mag meer ruggebruik tonen. Dit veulen krijgt een tweede premie.
Nummer 40, een Teunke Jasper. Fokker-eigenaar Bos uit Bolsward. Het is een rassig veulen, hoogbenig. De hoofd-halsverbinding is iets zwaar. Heeft een goede kruisligging. De broekspier is wat kort, maar heeft ook droog hart en beenwerk. De stap is correct. En in de draf heeft dit veulen veel houding en balans en een goed schakelend vermogen. Dit veulen krijgt een eerste premie. Nummer 41 is een Tiemen keer Epke. Fokker-eigenaar is de Wolf in Blauwhuis. Het is een aansprekend veulen met een goede halsvorm. Correct gebouwd. Mag misschien iets meer opwaarts gebouwd zijn. De beweging is correct, maar mag meer lichaamsgebruik tonen. En mag achter meer doortreden. Dit veulen krijgt een tweede premie.
Nummer 42, Matthieske Wielster. Fokker-eigenaar is Grietje van der Wal uit Bozem. Dit veulen mist wat luxe in het hoofd, heeft wel een goede halsvorm. De hoofd-halsverbinding is iets zwaar. Het is iets neerwaarts gebouwd. De stap is ruim voldoende en actief. De draf blijft het veulen iets op de voorhand, mag achter meer doortreden. Dit veulen krijgt een tweede premie. Nummer 43 is een Imeke Wolfert van mevrouw J. de Wit uit Burgwert. Een heel mooi rastype veulen, lange hals erop, een aansprekend hoofd, correct van bouw. Beenwerk is correct, fijn en hard. Stap is voldoende. Een draf laat zien dat hij heel lichtvoetig is, veel zweefmoment, goed gedragen achterbeen. Veulen krijgt een eerste premie. Dit veul krijgt de first premie.
Nummer 44, Ulbrand Kirtjalle. Ook een heel rassig veulen, lange hals erop, een aansprekend hoofd, correct van bouw, ook correct hart- en beenwerk. Stap is voldoende en ruim. En de draf doet hij met veel zweefmoment en ook een krachtig achterbeen met heel veel houding. De veulen krijgt een eerste premie. Nummer 45, dat is een Timen Kigjald. Ook een rassig veulen, lange hals erop, edelhoofd. Bouw is toch iets gezonken in het middenstuk. Beenwerk is voldoende. De stap die mag wat ruimer, is iets aan de korte kant. En de draf toont hij veel krachtig achterbeen, maar zou iets meer souplesse kunnen tonen, maar dat krijgt een tweede premie.
dames en heren, we zijn vandaag aan het einde gekomen van onze veulenkeuring. Dit is het laatste veulen. Nummer 46, dat is de tiende keer monten. Er is voldoende in het ras, zou we misschien een stukje aansprekelijk kunnen in het hoofd. Goed, voldoende verbouw. Het beenwerk heeft een lange schenkel, verder voldoende. De stap en de draf die zouden toch wel een tikje ruimer kunnen, maar voldoende zweefmoment krijgt een tweede premie. Wij danken u, dit is veel second premie, sorry. Wij danken u voor de belangstelling voor deze eerste keuring. En tot de volgende keuring zou ik zeggen.